En voor het weer is hier Jennifer die lekker de tijd kan nemen. Ja, nou, dan nemen we dat ook. Met je microfoon aan, denk ik, want ik hoor je niet. Wat is er? Heb je je microfoon vergeten? Ach, jee. Oh, Jennifer is haar microfoon vergeten. Ik kom naast je staan. Ja, prima. Spreek in mijn borst. Ja, oké, zo. Ja. Nou, dit wordt echt helemaal gezellig zo. Voor vandaag in ieder geval vrij veel wind en ook veel bewolking. Okay, ja. Ik raak echt helemaal van mijn appelbal. Ik moet een beetje die kant op. Dat heb ik vaker als vrouwen naast mij staan. Dus, ja. Veel bewolking dus vandaag in de loop van de middag. Gaat het steeds meer plaatsen regenen. De temperatuur ligt vandaag zo rond een graad of 16. De wind, vanochtend nog een windkracht 7. Maar in de loop van de middag wordt het een windkracht 6. Temperaturen dus boterzacht met, nou ja, u kunt het zelf ook al zien, een graad of 16. Na vandaag blijft het toch nog echt wel wisselvallig. Morgen veel bewolking met een klein beetje motregen. Donderdag komt de zon weer er even bij. Maar richting het weekend veel bewolking en ook meer kans op regen. En ook gaat de wind steeds meer toenemen. Sinterklaas moet dus rekening houden met flink wat wind en een klein beetje motregen. Daar gaat een meter. Inderdaad. Ja. Maar gaat wel snel dan. Ja, toch? Ja, het verkeer. Het verkeer. Kijken we eventjes naar de situatie op de weg. We hebben te maken met een hele zware ochtendspits. En dat heeft onder andere te maken met een aantal ongevallen. In ieder geval op de A2 Den Bosch richting Amsterdam bij Maarsen 10 kilometer. Reden is een pechgeval door een vrachtwagen. Een vrachtwagen, inderdaad. De A2 Eindhoven richting Utrecht bij Zaltbommel. Daar staat het stil over 10 kilometer. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer een half uur vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsen 6 kilometer in verband met een ongeval. En op de A28 stond eerder ook een ongeval tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. 13 kilometer langzaam rijden. Ja, dat was het. Dankjewel. En dan sluiten wij af. Meer informatie. Oh ja, de apps. Hè? De apps, de websites. Ja. En mag je afsluiten. Ja, ik sluit af. Dat was het. Namens het hele team een mooie dag. MUZIEK.